Hey, ik ben Tim en vandaag ga ik je een video geven waarin je leert hoe je vrouw aanspreekt zonder jezelf voor lul te zetten. Ik ga je niet alleen vertellen wat je moet doen, maar ik ga het je ook laten zien met verborgen camerabeelden. En daarnaast krijg je een speakbriefje met 6 stappen zodat je voortaan altijd weet wat je moet doen als je haar wil spreken. De reden dat ik je deze video geef, er is eigenlijk helemaal geen reden dat ik je deze video geef. De reden is volgens Sander omdat ik een dikke sukkel ben en hij zal ook wel gelijk hebben. Maar ik zal het je uitleggen. 2 weken terug upload ik eens een video met hoe zoen je een vrouw in 3 stappen. Waarin ik met verborgen camerabeelden liet zien hoe je een vrouw in een club zoent. En die video had een paar weken later al ineens meer dan 5000 views. Wat meer is dan normaal gesproken sommige video's die 3 jaar geleden geüpload zijn. En ik kreeg allemaal vette reacties van mensen van, oh, zou je dit meer willen doen? Dat is echt super gaaf. Zou je ook andere dingen kunnen laten zien? Dus ik zit achter mijn computer en ik denk, ik begin doodleuk die mensen terug te mailen met, yeah, sure. Tuurlijk kan ik meer video's uploaden. We hebben het beeldmateriaal, als jullie het cool vinden. Ik zet ze gewoon online en ik stuur ze naar de lijst. Maar toen ik dat aan Sander vertelde, zei Sander van, Jezus, wat ben je een dikke sukkel. Simpelweg omdat alle andere datingcoaches die er in het land zijn, een soort van 50-jarige fossielen zijn die nog niet iets voor zouden kunnen doen, al gaf je ze 1 miljoen. Die je dan maar op hun woord moeten geloven, zeg maar, dat hun technieken echt werken. En wij hebben die video's. Als we die video's kunnen verkopen, kunnen we daar 1000 euro's voor vragen. Simpelweg omdat zoiets nog helemaal niet bestaat. En jij loopt een beetje doodleuk mensen te mailen. Ja joh, ik geef ze al gratis weg joh, hier komen ze aan. Maar helaas, het is nu al te laat. Het staat op schrift, ik heb het beloofd, dus ik ga meer video's sturen. Ik ga je laten zien hoe je vrouw aanspreekt, hoe je haar aanraakt en hoe je het gesprek gaat houden. En het leuke is, je ziet het voor je. Je ziet gelijk dat de technieken werken. En dat is toch een stuk leuker dan een of andere dinosaurus op zijn woord geloven, toch? Vind ik wel. Laten we naar mijn computer gaan en dan gaan we de beelden checken. Camera 2. Om te beginnen laat ik je zien hoe ik een vrouw aanspreek zonder dat er iets geks gebeurt in de normale, gewone situatie. Een vrouw staat samen met haar vriendin in een club en ik laat je zien hoe je haar aanspreekt. Daarna ga ik je ook uitleggen welke 6 stappen ik gebruik om haar aan te spreken. Maar laten we hem eerst 1 keer helemaal bekijken. Hi. Wie ben jij? What? Who are you? You are, really. You're so incredibly happy and sweet. What? You're so incredibly happy and sweet. What's your name? My name's Tim. Hi. My name's Tim. Tim? Stap 1. Tik eraan aan de binnenkant van de elleboog en gebruik daarvoor de buitenkant van je hand. Je wil niet iemand zo vol beet pakken, want dat is nogal intimiderend en kan nogal pusherig overkomen. Daarom gebruik je de buitenkant van de hand, geef je een kort tikje. Dit doe je om haar aandacht te krijgen en dit doe je om ervoor te zorgen dat ze ook direct opkijkt en je ziet. Daarna zeg je luid hi of hey, 1 van de 2. Allebei is puur om haar aandacht te trekken en ervoor te zorgen dat ze opkijkt en dat ze jou in eerste instantie ziet. Hi. Stap 2. Zorg dat je recht voor haar neus staat, zodat je haar volledige aandacht pakt. Vrouwen zijn een soort van kleine autistische hertjes in een club die vaak hun aandacht er niet goed bij kunnen houden. Nou, daarom wil je ervoor zorgen dat je recht voor haar neus staat. Dat kan je ofwel doen door echt voor haar te gaan staan, of zoals ik in deze situatie doe, ik verplaats haar zelfs iets, ik draai haar om ervoor te zorgen dat ik haar volledige aandacht heb en dat ze niet afgeleid kan worden door dingen als haar vriendinnen of muziek of andere knappe mannen of whatever, zeg maar. Het enige wat ze kan zien op dat moment is jou. Daarom is het zo belangrijk dat je echt recht voor haar neus staat, zodat je haar volle aandacht eigenlijk opeist. En tegelijkertijd toont het ook heel veel mannelijkheid dat je het lef hebt om inderdaad zo vol op haar af te komen. Omgekeerd, als je het van achter doet, misschien, ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt, maar als je van achter aanspreekt, dat kan zich in 1 keer rotschikken. Dat is lastig. En daarnaast, als je ernaast staat echt, zul je zien dat het heel lastig is om haar aandacht vast te houden. Omdat ze constant haar hoofd weg kan draaien naar haar vriendinnen of
dan staat haar vriendin aan de ene kant, jij aan de andere kant. En dan sta je, zodra ze met haar vriendin te praten, als een soort sulletje erbij. Terwijl als je recht voor haar neus staat, heeft ze geen andere keus dan jou alle aandacht te geven. Stap 3. Pak haar handen en trek haar handen echt naar je toe. Zorg dat ze een stukje jouw kant op moet stappen om met jou te spreken. Je wil eigenlijk vanaf het begin af aan fysiek zijn. En zeker als je een vrouw later wil gaan zoenen of iets dergelijks, dan wil je eigenlijk al vanaf de eerste seconde de toon gezet hebben van hey, ik ben een man, ik ben hier om jou te versieren. En daarom ben ik niet bang zoals alle andere mannen om je aan te raken. Maar je laat juist vanaf de eerste seconde zien dat je totaal niet bang bent en dat je het geen enkel probleem hebt om vol fysiek te worden met een vrouw. En wat je daarmee ook gelijk doet, is door haar te verplaatsen, is je laat vanaf de eerste seconde, leid je haar en train je haar vanaf de eerste seconde ook alweer om je te volgen. Nou, daarna kan je die handen best wel, als ze geen tegengas geeft, kan je de handen best wel gewoon gelijk vol in je nek leggen, zodat je ook weer een beetje de indruk wekt dat zij ook al gelijk fysiek wordt. Jij leidt haar eigenlijk om ook fysiek weer met jou te worden. En hierdoor kan je vanaf het begin af aan al een soort van aantrekkingskracht creëren in de eerste paar seconden door fysiek te zijn. Dus daarom is het heel belangrijk dat je in ieder geval de hand pakt en haar naar je toe trekt. Hi! Hi. Wie ben jij? What? Hoe are you? Stap 4. Maak oogcontact. Kijk haar recht aan. Laat zien dat je haar strak aan durft te kijken. En ook dit is weer puur om vanaf die eerste seconde de spanning op te bouwen. Oogcontact is heel belangrijk. En je kan eigenlijk al heel snel vanuit het niks heel veel seksuele aantrekkingskracht creëren door iemand alleen maar strak aan te kijken. Terwijl als je als een zenuwachtig vogeltje wat om je heen loopt te kijken of omlaag kijkt. Of je ziet het vaak bij mannen die zich niet heel zeker voelen met vrouwen. Die durven niet om zo hard vol oogcontact te maken. Zeker als ze zo dicht bij een vrouw staan. Je wil het eigenlijk bijna zo laten lijken alsof je al op het punt staat haar te zoenen van de eerste seconde dat je haar aanspreekt. Dus heel belangrijk, maak oogcontact. Hi. Wie ben jij? What? Hoe are you? Stap 5. Zeg, wie ben je? Waarom wie ben je? Is niet echt een specifieke reden voor. Enige reden dat ik wie ben je gebruik, is omdat ik dan altijd hetzelfde kan zeggen in iedere willekeurige situatie. En er gewoon eigenlijk niet over na hoef te denken. De meeste mannen die lopen een half uur na te denken over wat de beste opening zou kunnen zijn om die ene vrouw aan te spreken. Of misschien zeker als je zenuwachtig bent om haar aan te gaan spreken en je denkt, oh fuck, wat moet ik nou zeggen? Ga je niet kapot lopen staren op de perfecte openingszin. Het maakt echt helemaal geen zak uit wat je zegt. En met hoi, wie ben jij, zeg je eigenlijk, hey, ik ben hier om je te leren kennen, waar het ongeveer op neerkomt. En de helft van de tijd verstaan ze je toch niet eens. En brabbelen ze maar wat terug. het zal ook allemaal wel. Dus probeer niet creatief te zijn met je openingszin. Stamp gewoon voor jezelf erin. Hoi, wie ben jij? Dan heb je altijd wat te zeggen in iedere willekeurige situatie. En dat is bij deze mijn trucje. Hier heb je hem. Dit is de makkelijkste manier eigenlijk om een vrouw aan te spreken. Door simpelweg te zeggen, hoi, wie ben jij? Wie ben jij? What? Hoe are you? Stap 6. En de zesde stap is, je legt daarna je handen op je rug. En de reden dat ik dat doe, is puur omdat je bent er met heel veel overtuiging mee erin gekomen. Je bent vanaf de eerste seconde heel fysiek geweest, heel erg in haar face geweest. En je wil haar nu even laten kalmeren. Eventjes de spanning eraf halen, want anders loop je het risico dat het too much is en dat je te agressief overkomt. Als je er niet agressief in komt, als je niet al deze eerste 5 stappen doet, krijg je haar aandacht niet. Dus stuur me alsjeblieft niet een mailtje van, heb je ook een manier die wat minder lef kost of zo? Die is er niet. Maar het is wel belangrijk dat je tegelijkertijd haar ook even de kans geeft om aan je aanwezigheid te wennen.
Nou, daardoor leg je je hand op je rug. Daarmee communiceer je eigenlijk van... Hey, rustig maar, ik ben onbedreigend. Je bent chill, je bent kalm. En het zorgt er ook voor dat je automatisch gelijk je schouders goed houdt. Wie ben jij? Wat? Hoe ben je? Dus dat zijn de 6 stappen die je ervoor nodig hebt om een vrouw aan te spreken in een club in de ideale situatie. Maar helaas is het niet altijd de ideale situatie. Eens in de zoveel tijd, misschien heb je wel eens meegemaakt dat je een vrouw aanspreekt en dat dan in één keer een vriendin komt die haar weg gaat trekken. 9 van de 10 keer is het een lelijke dikke troll die gewoon jaloers is dat je haar vriendin aanspreekt in plaats van haarzelf. En dat gebeurt ook in dit geval. Nou, hoe ga je er dan mee om? Ik zal je in eerste instantie de situatie laten zien waarop ik haar aanspreek. En let dan even op de grote donkere vlek links in beeld. Dat is de dikke troll die het gaat verneuken. Let op. Wie ben je? Wie ben jij? Dit was het moment waarop ik haar aanspreek. Nu gaat de lelijke dikke troll haar proberen haar weg te trekken. Nou, wat doe je? Eigenlijk heel simpel. Als die lelijke dikke troll aan haar ene arm sleurt, sleur jij aan haar andere arm en gewoon harder. Eigenlijk heel simpel, zorg dat je sterker bent dan de troll. Als je het niet bent, ga naar de sportschool, maar zorg in ieder geval, trek haar gewoon weg. Laat je niet van slag brengen, wees gewoon mannelijk stoer, pak door. Vrouwen willen dat en vrouwen vinden het ook leuk. Wie ben je? Wie ben jij? Ik ben Tim. En dan doe je het volgende. En dat is dus wat je daarna doet. Zoals je ziet, ze vindt het helemaal niet erg. Ze vindt het helemaal geweldig dat ik haar aanspreek. En wat ik zeg, en dat is heel belangrijk, dat moet je niet vergeten, is op het moment dat je haar weggetrokken hebt, zeg je, wauw, is je vriendin altijd zo agressief? De reden daarvoor is, jij hebt zojuist nou ja, haar redelijk bruut eigenlijk weggetrokken bij haar vriendin. En je geeft onmiddellijk de vriendin de schuld dat zij degene is die de agressieve van de twee is. En... zo kan je voorkomen dat ze denkt van, oh wauw, hij sleurt me ineens weg, waar is hij mee bezig? Zo voorkom je eigenlijk de weerstand. En op die manier leg je dus de verantwoording neer bij haar vriendin, in plaats van dat die verantwoording bij jou terechtkomt. En als laatste wil ik nog even eindigen met een grappig fragmentje, waarbij het de ideale situatie zou moeten zijn, maar waar ik deze keer te maken heb met een vrouw die enigszins psycho is. Puur voor de lol wil ik je dat fragmentje nog kort even laten zien. Hier gaat ie. Hoi, ik ben Tim. Hoi. Hoi. Wie ben jij? Als ik dat nou eens is. Ja. Als ik jou de filosofische doen. Wat? Zo mag ik een vraag zeggen. Mijn naam is... Dat filosofische doen. Ja. Wat ben je? Hi, Molly. What? Molly? Melanie. Melanie. Oh, it's for my... Jim, toch? Jim, ja. Jason, hoe moeilijk is het om mijn naam te komen? Ja, zo psycho vind je ze inderdaad, maar zelden. Nou, stel je voor, jij zou in die situatie zitten. Wat zou je zeggen? Wat zou je doen? Hoe zou je ermee omgaan als een vrouw tegen je zegt... Jezus, hoe moeilijk is het om een naam te onthouden? Bla, bla, bla. Ik ben heel benieuwd waar jullie mee kunnen komen...
Dus laat hieronder een reactie achter. Ik lees ieder bericht en antwoord er zelfs op. Dus ga hier naar beneden, scroll naar beneden, laat een reactie achter. En dan zie ik jullie in de volgende video.